Hey, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van de Kruidvat Mama tas. Dit is dus de gratis Kruidvat Mama tas. Die heb ik vandaag opgehaald. En er zit wat in en dan mag je dan zelf zeg maar uitkiezen. Je krijgt te zien van je mag een pak luier, shampoo, nog iets. Pillendoekjes. Dat kan je dan zelf pakken en dan krijg je dit zo mee. Dit is dus de mama tas en er staat op mijn baby bag. Superleuk. Superleuke tas ook wel, want hij is niet heel groot. Dat is wel praktisch. Ik ga laten zien wat erin zit, want het is niet veel. Maar ja, aan de andere kant, het is leuk dat je het gratis krijgt. Het eerste wat erin zit is kruidvat. Newborn luiers, maatje 1. Dan zitten er 20 in. In de ouders van nu box zat echt serieus 1 pakje. Of 1, letterlijk 1 luier van Pampers in. En in die van de blije doos van Prenatal. Er zat dus ook een pakje Pampers in. Dus dat Kruidvat dan ook een pakje geeft. Vind ik wel heel leuk. Heel aardig. Ik hoef ze namelijk niet te doen, weet je. En dan krijg ik toch zo'n hele pak mee. Verder heb ik lotiondoekjes, billendoekjes denk ik. Super soft. Dan zitten er 80 in. Super combi, die heb je wel nodig. En het laatste wat dan in de mama tas zit, is deze Kruidvat 2-in-1 Bas Gel. Voor de haartjes en het huisje. Dan ben ik al benieuwd naar wat de geur heeft. Nou, het ruikt heel neutraal. Best wel een lekker geurtje. Ik dacht dat er geen parfum in zat. Nee. Het ruikt in ieder geval heel lief babyachtig. En ik zag dat ik een gratis peen mocht halen. En ik heb dan deze van Nubi. En dit is een glow in the dark peen. Er staat appel of ei. Super leuk. Appel is het eigenlijk in het Engels. En dit is voor 0 tot 6 maanden. Ze hadden verder geen roze. Dus ik heb deze blauw of deze groen nog genomen. Die vond ik ook wel erg leuk en schattig. Ze hadden nog 2 blauwe. Ja, deze is heel leuk. Dus ja, dat is eigenlijk wat in Kruidvat Mama tas zit. Eigenlijk alleen maar 3 producten. En een super leuke tas. En als je geluk hebt, krijg je elke keer volgens mij om een paar weken of zo. Dat je dan misschien een gratis productje mag ophalen. Chloe. Dus dat. Nou, heel leuk natuurlijk. Dus dat is de Kruidvat Mama tas. Dan heb je natuurlijk ook de ouders voor nu doos van de Ethos. De blije doos van de Prenatal. En doos van Babydump. En die had ik natuurlijk ook allemaal opgehaald. Alleen die heb ik dus al allemaal uitgestald. En ik zal zeggen, om heel eerlijk te zijn, er zat niet echt iets in waarvan ik denk, ja, dan kunnen we een show op de camera. Ik bedoel, de ouders van nu doos, die had echt onwijs veel folders. En echt volgens mij 1 speen. En een billenzalfje. Oh ja, en een luier, dat was het. En de blije doos had dan wel een pak luiers, een speen. Peen volgens mij en een flesje en dat was het ook al eigenlijk een beetje. Oh ja, een sudocreme potje, klein potje. En Babydump had ook wel een leuk doosje. Dus dat, dit was dus de Kruidvat Mama tas. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Oh ja, en deze kun je trouwens heel makkelijk halen. Het enige wat je nodig hebt is een Kruidvat pasje, extra voordeelpas heet dat volgens mij. En dan moet je even je uitgegevene datum opschrijven. En dan krijg je per maand van tevoren een berichtje. Omdat je het kan ophalen. Het enige wat je moet doen is de spullen in de winkel pakken, in een mandje doen.
naar de kassa brengen, je pas laten scannen. En dan krijg je dit zo allemaal gratis mee. Superleuk. En leuke actie. Dus mocht je zwanger zijn of iemand kennen die zwanger is, moet je dat echt even doorgeven. Want gratis producten, daar wordt een aanstaande mama heel blij van. Ja, dit was dan het eerste babyfilmpje. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En er komt dan binnenkort weer wel een Plan With Me video hoor. En er zullen ook vast wel nog wat baby dingen voorbij komen. Want ja, ik ben zwanger. Vind ik wel leuk om even af en toe wat te delen. Dus vandaar. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie dan snel weer. Doeg!